Welkom, zijn jullie weer bij Bafje nummer 3. Had misschien beter BVV kunnen heten dit keer. Bunnings voetbalvlog. En nou, we komen weg naar Barcelona. Barcelona in Camp Nou. En in Camp Nou is vanavond de Copa del Rey, oftewel vrij vertaald, de beker van de koning. Twee voetbalclubs, Barcelona tegen Bilbao. Bilbao is de regiohoofdstad van Baskenland. Barcelona de regiohoofdstad van Catalonia. Beide regio's willen zich afscheiden. En dan is het de Copa del Rey. De beker van de koning, Felipe VI, momenteel de koning van Spanje, zit daar dus in Camp Nou. Er wordt een heet wedstrijdje voor hem. Twee regio's die ze willen afscheiden en hij zit er tussenin. Ja, dan ook nog auto's deze week. Brabus Mercedes 850 pk. Dat wordt feest. Vrijdag iets met Koen Verweij, de blonde viking. De wedstrijd. Ik kan niet veel vertellen. RTL Autovisie is het voor, maar ik laat er wel een klein beetje al van zien. En dan is ja, dit weekend natuurlijk de Formule 1 van Canada. Ja, ook een beetje de stratencircuit. Monte Carlo, Monaco, daar deed Max Verstappen heel goed op dat stratencircuit. Dit weekend gaan we zien hoe hij het doet in Canada. En ik mag samen met Campus en Doornbos het een en ander erover vertellen in Sport 1. Leuke week dus. Kijken. Met voetbal te hebben, dat het wel indrukwekkend is. 100.000 mensen hier in Camp Nou. En dan is het merendeel, volgens mij, Bilbao. Een heel klein hoekje daar. Voor het thuispubliek. Tot zover het voetbal. Ik vind auto's ook eigenlijk wel wat leuker hoor, of autosport. Nou goed, het heet natuurlijk ook niet voor niks Bunnings Autovlog. Ik ben onderweg naar Waardenburg. Waardenburg ligt aan de A2, net voor Zaltbommel, als je althans vanuit Amsterdam komt. Misschien ben je er wel eens langs gereden. Er staan heel veel hele dikke auto's buiten. Heeft een poosje ook zo'n Mercedes 6x6 gestaan. Daar heb ik voor Autovisie ooit een keer in kunnen rijden. Echt een heel bijzonder ding. Die onderneming is van Thijs Timmermans, zo heet het ook. Kerel is gespecialiseerd in bijzondere auto's en dan vooral gespecialiseerd in Mercedes'en. En dan moeten die Mercedes'en vooral net even ietsje sneller zijn, nou zeg maar, dan de gemiddelde andere Mercedes. Hij belde pas naar Autovisie, vertelde, jongens, ik krijg de allersnelste Mercedes E-combi. En daar moeten jullie in rijden. Ja, dus dat gaan we doen dan. Yo, de allersnelste station ter wereld. 850 pk. En dat klinkt, Patrick, hoe klinkt dat? Ja, zo. Dit ding is zo bizar snel. En maakt zo'n ontzettende partij herrie. Dit is gewoon echt autoporno. Porno wielen ook trouwens. Heel erg dik. Ook even een rondje eromheen. En wat ze hebben gedaan bij Thijs Timmermans, waar dit ding dus te koop staat voor 230.000 euro. Ze hebben daar alle labeltjes eraf gehaald. Behalve die dus. Dan komen we weer bij die uitlaten. Die zo lekker veel geluid maken. Aan de achterkant zit ook niks. Ja, alleen die vier pijpen, die verklappen natuurlijk wel een beetje. En dit gaat dus van 0 naar 100 in 3,1 seconden. Hij loopt topsnelheid. Echt bizar, hè? 350 km per uur. Echte kilometers. En dan ja, is hij begrensd. Dat dan weer wel. Maar, zie je het voor je? Hier, zeg maar, achterin. Daar stop je je hond en dan doe hem dicht en dan geef je vol gas. Ja, dan heb je schade inderdaad. Dit ding heeft echt alles. Het is een Mercedes E-Estate. Nou, dat is een beetje de grootste die er is, dus je kunt er maximaal mee naar de bouwmarkt. Als je dat zou willen. En dan klinkt die. Ja, ik denk niet dat er 10 of 20 andere auto's in Nederland zijn die net zo klinken. Dat uitlaatsysteem dat is ontwikkeld door Brabus. Is instelbaar. Je kunt hem dus heel erg laten schreeuwen. Of je kunt hem ja, gewoon belachelijk hard laten schreeuwen. Andere mogelijkheden zijn er niet. Stil wordt hij in ieder geval nooit. Dus hij klinkt goed. Hij is ruim. En dan is het ook nog eens de allersnelste. En toch... Gaat deze auto je in de problemen brengen? Echt, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Of er gaat een keer een hoek af, als je niet oplet. En dit ook, zo even zo'n tussensprintje.
in de spits van 80 naar 130 in anderhalve seconde. Dat ga je doen. Dat ga je gewoon onherroepelijk doen. En liefst een paar keer per dag. En dan gaat het natuurlijk de hele tijd goed. Want je kijkt een beetje om je heen. Maar er komt een moment dat je hem kwijt bent. Die rijbewijs. Ja. Dus misschien is dit dan wel de auto voor degene die nog wel eens in Duitsland vertoeft of zo. Hè? Ik bedoel, mag ik het zomaar rondlaten. Maar dit is... Ja. Dat het kan, hè? Ik bedoel, dat het kan. Mercedes brengt dan zo'n 5,5 liter 8 cilinder uit. Die zit dan in allerlei AMG-modellen tot kleine 600 pk, 585 geloof ik. En dan bij Brabus peuteren ze alles eruit. En alles nieuw erin. En een beetje groter, een beetje veilen. En een beetje verdichtingjes veranderen en zo. En alles wat gladder maken. Dan heeft hij plotseling gewoon bijna 300 pk meer. Ik rijd nu 140, dat mag al niet. En dan geef je gas. 160, 80. Dat zijn de snelheidssprongen die hij maakt. Hè? Anderhalve seconde, 20 km per uur erbij. Nee. Men vindt dit niks. Hè? Dat zit in de Nederlandse inborst. De AMG is al niks, maar een Brabus. Ja, dat is natuurlijk. Dat is zelfs te gek voor een Nederlandse zanger. Dus daar hoor je gewoon niet in te rijden. En dan is dat ding ook nog eens. Zo idioot snel. Ja, misschien moet je gewoon overwegen, als je deze auto wil kopen, dat je dan misschien moet emigreren of zo naar Duitsland. Ja. Niet te doen. Maar gelukkig rijdt er weer een open gommen. Niet. Bordje 100. Ja, ik zeg het. Er is te veel voor Nederland. Benieuwd of jullie deze nog kennen. Kom ik zomaar tegen hier langs de weg. Ja, het staat er nog wel op. Bitter. Kijk, een heleboel. Gaaf, hè? Jongens, dit is mooi. Heel klein beetje Italiaans design, althans in die. Ja, is dit een soort van opvolger van die Good Old Omega, hè? Lijkt hij een beetje op. Tikkeltje gladder. Natuurlijk weer die typische wielen. Hier een convertible 3.9. Dit is ook heel mooi. Vind ik althans. Dat is echt dat jaren 70 design. En dan daar. Kijk even mee. Daartussendoor. Juist. Een hele verse. Leuk, 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 leuk. Mooie spullen, hè? We waren ze gewoon. Lekker een beetje toeren. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar daar rechts boven in de hoek stond de temperatuur. 26 graden. Dit is nog vroeg. En dit is de kleding die ik vandaag aan moet. Inderdaad, winterkleding. De eerste zomerse dag en... Ze hebben bedacht voor RTL Autovisie om een item te maken daar in die hal. Dat is de ijshal van Twente in Enschede. En dan ga ik een wedstrijdje houden. Het is wel heel gaaf hoor. Tegen Koen Verweij. Maar die schijnt een vrij aardig stukje te kunnen schaatsen. En ik ga het opnemen tegen hem met een auto op spikes met vierwielaandrijving. Maar ik mag niet vertellen wat het is. Dus dat ga ik dan ook niet doen. Tenminste aankleden. Daar staat hij. De man tegen wie ik het ga opnemen, hier in deze ijshal. We hebben al even geoefend, zoals je ziet. Je kunt ook wel zien dat het spikes zijn. Ik ga natuurlijk niet laten zien welke auto het is. Ik weet ook nog niet wie er gaat winnen. Hij heeft een hoop lol, Koen Verweij. Spieren gozer wel hoor. Aardige vent ook. Ja, en hij verdient zijn geld met schaatsen. Dus hij zal er aardig de gang in hebben. Maar, wij hebben vierwielaandrijving. Ja, en jullie willen natuurlijk weten wie hem gaat winnen. Ik weet het nog niet. Ik weet het vanmiddag wel. Ik ga het niet vertellen. Gewoon kijken. RTL Autovisie vanaf 21 augustus. Bedankt voor het kijken. Buddy's Autovlog nummertje 3 was dit alweer. Ik zeg delen op YouTube, Twitter, Facebook. Kijk maar hoe je het doet. Volgende week zijn we er weer. Dan een van de grootste Corvette-verzamelaars... Ja, in ieder geval van Europa, zeker van Nederland en misschien zelfs wel van de wereld. Voor RTL Autovisie ga ik bij die man op bezoek en ik ga ook rijden. En naar die auto ben ik erg benieuwd. De Honda Civic Type R Turbo,
en toeren. En dat kan dan in Slowakije. En ja, die boswachter die nogal eens aan tafel zit bij Umberto Tan Late Night. Man met de hoed die alles weet over de natuur. Met hem ga ik op zoek naar het een en ander. En ook ja, eigenlijk wel in iets bijzonders. Kijk dus. En als je je verveelt, dan sowieso ook even kijken op autovisie.nl. Daar staat namelijk de video van die Brabus op inmiddels. En al zeg ik het zelf, ziet er wel spectaculair uit.